wekt deze crisis bij een aanmerkelijk deel van de bevolking onbegrip ten opzichte van de politiek, die maar geen oplossing biedt voor de problemen. En ik denk dat we moeten ook respecteren de partij die ja hebben gezegd. Bij het zoeken naar dat redelijk akkoord spreekt het vanzelf dat elke partij toegevingen zal moeten doen. Dames en heren, beste landgenoten. In de vaste hoop weldra een einde te zien aan deze te lange periode van politieke instabiliteit, wensen de koningin, ikzelf en onze familie, u allen, een echte nationale feestdag in verbondenheid. Het is ook een uitzonderlijke situatie ook, die deze interventie volgens mij totaal verantwoord. Ik vind het een vriendelijke oude man hoor, en ik wil zijn welzijn niet in het gedrang brengen, maar als politiek deelnemer vind ik dat hij eigenlijk geen gelegitimeerde opdracht heeft van de eigenaar van dit land, dat zijn de kiezers.